Hoi allemaal. Een tijdje geleden heb ik eindelijk de perfecte rode lippenstift gevonden. Het was een barre zoektocht. Het is namelijk Ruby Woo van MAC. Het is eigenlijk de perfecte rode lippenstift voor echt heel veel mensen. En hij past bij heel veel huidskleuren. Het is een matrode lippenstift. Maar wat ik eigenlijk hiervoor altijd deed, en nu eigenlijk nog steeds wel een beetje met Ruby Woo. Is gebruik maken van een donker lippotlood of donker koolpotlood, hoe je het ook maar wil noemen. Ik ga vandaag aan jullie laten zien hoe ik de voor mij perfecte rode lippenstift aanbreng. Ik begin dus altijd eerst met dat... ik heb nu een donkerblauw potlood in mijn handen, maar je kan het ook met donkerbruin doen. Donkerbruin is misschien nog ietsje subtieler. But let's begin. Vergeet ook je mondhoeken niet. Het is nogal lelijk als je je mond opent en dat lijntje dan hier stopt ofzo. Wees niet bang als het lijntje nu heel erg hard lijkt of als je nu zo op een mami lijkt uit de jaren 90. Don't be afraid. Breng ik de Ruby Woo aan. Zorg overigens voor dat je je lippen goed hebt gescrubt. Dat alle mogelijke velletjes weg zijn. Want deze lippenstift is mat. En bij matte lippenstift zie je nogal snel alle velletjes en hobbeltjes en dingetjes goed zitten. Als je ziet, heb ik nu hier nog een beetje blauw zitten en hier een beetje blauw. En om het geheel een beetje te blenden, zoals de echte make-up artist dat zegt, ga ik nu een kwastje gebruiken. Blenden. Geen zorg overigens als je buiten de lijntjes kleurt, want daar heb je concealer voor. Ik ga er nog één laagje rood overheen doen. Alright, en als je dus hele scherpe liplijntjes wil, dan pak je je concealerkwast en je concealer. En langs de lijntjes ga je dan. Met mijn vinger veeg ik het geheel een beetje uit. Concealer. Dan nog een klein beetje afpoederen met een poederkwast. Et voilà! U heeft rode lippen. De perfecte rode lippen, mag ik al even zeggen. Ik kies er dus voor om te werken met een donker potlood en met een beetje concealer om het geheel wat aan te scherpen. Maar hey, als jij de perfecte rode kleur hebt voor je huid, laat het me dan weten. Goed, ik dank je wel voor het kijken en ik hoop uiteraard dat je hier iets aan hebt gehad. Vertel me vooral wat jouw favoriete rode kleur is voor jouw lippies. En laat het me weten hier beneden in de comments. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Het is helemaal gratis. En ik zie je graag de volgende keer weer terug. Doei doei!